Niet één, maar twee piepshows uh, deze week. Nou ja, eigenlijk ook weer niet helemaal, want we hebben gewoon een reguliere piepshow. Die heb je al gezien. En dit is een piepshow speciaal over één onderwerp. Um, Boors had dit al een, best wel lang, dat hij af en toe zei van... hé, hey, we moeten het hier een keer over hebben. En in één keer uh, zag ik een nieuwsbericht voorbij komen. Toen dacht ik van, oké, okay, this, is, this, this is the moment. Ja, ja want dit speelt wel heel lang. Maar ja. het wordt vreemd zich nog nu pas opgepakt in de... Uh, ja, en het, het past ook wel een beetje in de tijd. De inflatie. Mensen zijn allemaal aan het zoeken van: oh jeez, waar moet ik nou mijn geld in gaan steken? Want uh, straks is, is mijn euro helemaal niks meer waard. En we gaan het hebben, en dat heb je natuurlijk ook kunnen lezen aan het titeltje: we gaan het hebben over retro games. En um, een markt die ook een klein beetje overspannen aan het raken is. En de vraag is dus of dit nog allemaal wel legit is. Of dat er sprake is van het, uh, het oppijpen van een markt en uh, van prijzen die dat eigenlijk niet helemaal waard zijn. En dan krijg je weer scamverhaal et cetera, et cetera. Ja. Ik wil even beginnen... Um, om wat uh, uh, te schetsen. En dan moet ik even... Ja, nou goed, uh, even kijken hoor. Uh, dit vind ik een leuke. Onlangs um, werd uh, te koop aangeboden... Een, een Sega Genesis Sonic the Hedgehog. Uh, boxed dus, uh, niet opengemaakt. Helemaal uh, perfect. Uh, voor 430.000... Dollar is deze verkocht, waarbij dus uh, die Yuji Naga, dat is ook de baas van uh, Sega, die zei: uh, wat is dit? En daaronder zegt hij: is dit een scam? Dat hij bijna zelf niet kan geloven dat. Waarschijnlijk hij nog drie van die doosjes liggen in zijn laat. Absoluut. Um, dit is ook even belangrijk. Dit cijfertje 9,4, uh, dat moet je even onderhouden, want uh, dat 9,4 daar gaan we het straks nog even over Sorry, hebben. Welk cijfertje? Nee. Ja, 9,4. Dat ik wil. Oh er... daar Ja, ja, ja okay, daar staat yeah. een rondje en dat is 9,4. Uh, ik ja. heb hier er nog één. Dat uh, is uh, Legend of Zelda, uh, die uh, 9.0 heeft. Uh, uh, 1 miljoen, 305.000 dollar moet je uh, aan de eigenaar hiervan uh, overmaken. Althans, dat moet je bieden. Wil hij überhaupt ook nog maar zijn nest uitkomen om hierover na te denken? Ja. Ongelooflijk. Um, en uh, dan had ik er nog eentje. Uh, dat was Crash Bandicoot. Um, die heeft een 96.000 dollar om uh, hier een bot op te maken. En ik, ik vind het echt ongelooflijk. Maar moeten er we, ja. we wel bij bijzeggen. Ja. Dit zijn uh, geboxte games. Nooit ja. uitgepakt. Zit nee. nog in het officiële plastic. Ja. Um, ja. Dus ik bedoel, ik heb deze game gewoon thuis liggen in ja. de alles. Ja. <laughs> de... Dan ben ik benieuwd wat. Uh, wat was de prijs hiervan? Waar zie je dat? Uh, hier in het groen uh, aan de zijkant. Oh ja, oké. Okay. 96.000 ja. dollar. Is mijn uit elkaar getrokken doosje waar uh, wat gebroken is, is dat dan misschien nog 25.000 dollar waard of zo? Is dat? Uh... Nou ja, dat idee had ik ook. Ik heb, ik heb niet van die tijd. Uh, bij mij begon het eigenlijk bij PlayStation 2, uh, maar ik heb van PlayStation 3 en zo heb ik nog echt volledig in de ziel, uh, omdat ik, ja, ik, hadden we de twee of zo, weet je? Dan heb ik ja, gewoon. Geef het, dan geef het nog uh, tien jaar of zo. Ja. En dan gaat het ook voor uh, 10.000 dollars. Even kijken, het absolute record, het absolute record voor een uh, super. Mario, of dat was voor een Super Mario game. En uh, die is inderdaad verkocht voor maar liefst 2 miljoen dollar. Dit is de holy grail of games op dit moment. Uh, een Super Mario Bros. game uit 19. 85, volledig boxed, niet aangeraakt, ja. et cetera, et cetera. En um, ja, die, die prijzen zijn uh, krankzinnig uh, hoog aan het worden. En ik zit even te kijken, hoor. Uh, want ik had een heel leuk voorbeeld. Um, en uh, ja, dit, dit, dit is het voorbeeld. Dit bericht is van. 2017 en uh, ronkende kop, super rare copy of Super Mario Bros. Sales for over 30.000 dollar. Dit was eigenlijk al ah, 30.000 dollar voor iets wat inderdaad ooit 26.99 heeft gekocht. Ja. Um, 2017 en vier jaar later, een kleine vier jaar later, um, was het dus al 660.000 dollar voor een copy. En blijkbaar dus uh, in 2022 is het al 2 miljoen. Ja, dollar. En ja, dat ik bedoel. Uh, Kunnen we al losgaan? Mag we al losgaan? Ja, ja nou, over hoe ja, dit uh, kan? Ja, nou, dan we gaan eerst even kijken, inderdaad, van hoe kan het nou dat deze shit zo belachelijk uh, uh, snel in, in. Kijk, goud en al dat soort dingen gaat ook omhoog, maar dit zijn wel echt prijsjumpen van gigantisch. Het gaat snel, ja. echt gaat heel hard omhoog. Ja, goed. Nou, goed, wat, wat hier aan de hand is, dat is ja? heel uh, interessant. Als jij uh, een markt wil creëren voor iets, dus jij wil mm. iets verkopen. Um, maakt niet uit wat het is. Stel je voor, jij wil uh, die armbandjes die je om je arm hebt... Ja. die wil je graag verkopen. Nou, daar heb je een bepaald bedrag voor ge, ge, ge betaald. 3 um, euro. 3 euro, euro. Ja. euro per stuk. Nou, Negen, negen keihard zuurverdiende euro's heb je uitgegeven aan deze drie armbandjes. Mm -hmm. Jij hebt zoiets van, nou, ik wil deze wel verkopen... maar uh, de kans dat ik er 9 euro voor krijg is niet groot. Is niet groot is nee, ze zijn nee, overal te, te, te koop. Ze zijn overal te koop, dus ja, dat is, dat is duur. Dus hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, Dan heb je met jouw achtergrond snap je natuurlijk... Van, ja, als ik dit voor 9 euro ga aanbieden, ga ik dat er niet voor krijgen. Nee. Weet je wat? Ik ga dit verkopen voor 1000 euro. Uh, maar, um, omdat je marketing hebt gestuurd, snap je van... ja, maar dan moet ik wel met een fucking goed argument komen... Ja. waarom dat 1000 euro is. Dus dan ga je naar mij toe en dan zeg je van... Boris, weet jij niet uh, een manier hoe ik uh, uh, de waarde van deze armbandjes... van 9 euro naar 1000 euro kan? Mm -hmm. En dan heb ik zoiets van, nou... Ik was toch al van plan om een rating agency te beginnen, ja, 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 uh, ja, ja. waarbij ik een officieel document maak voor jou: dat ik zeg van deze um, armbandjes, die zijn duizend euro waard. En uh, weet je wat we dan ook doen, je, je dan als je het verkoopt, geef je maar 100 euro. Mm -hmm. En uh, nou, ik doe dat. En ik heb ook een website, een veilingwebsite, En dan zet ik gewoon op van nou ja, uh, deze armbandjes die zijn uh, 1000 euro. Mm -hmm. Maar wat ik ook doe, ik ga naar uh, de winkel waar je die dingen hebt gekocht en ik koop gewoon nog een doos van die van die armbandjes. Ja, yeah. en um, ik, um, ik zet jouw armbandjes te koop. En... Um, Tada, die worden verkocht voor 1000 euro. Ja. Jij hebt 1000 euro, je geeft mij uh, 9 of je geeft mij 100 euro. Maar wat ik jou niet vertel, ik heb die armbandjes eigenlijk zelf gekocht voor 1000 euro. Ja. Maar wat ga jij nou doen als een gek naar die winkel? Kijk, uh, die armbandjes kopen. Want fuck die shit is 1000 euro waard. Ja. Maar ik heb ze allemaal gekocht. En dat is dat idee. Uh, um, uh, uh, dat, dat Er zijn een aantal markten waarin dat kan. Ja. En echt waar je nu doodgegooid mee wordt zijn de NFTs. Ja. Dat is een heel goed voorbeeld van waar dat gebeurt ook de hele tijd dat eigenlijk marketingbedrijven kopen hun eigen projecten. Dus dan kunnen ze een mooi persbericht sturen van deze dit plaatje van een aap is ja. verkocht voor 2 miljoen dollar voor 10 miljoen dollar. Weet ik van krankzinnige bedragen. Ze hebben het er zelf voor betaald. Ja. Weet je, het, en ik bedoel ze betalen zichzelf ervoor. En volgens creëren ze dus kunstmatige markt. Ja. En om heel eerlijk te zeggen, er is niks crimineels aan jouw armbandjes te koop zetten voor 1000 euro. Nee. Ik bedoel, het is een vrije markt. Wie de gek voor Vraag en aanbod. Ja. Weet je, als er iemand is die dat 1000 euro waard vindt, hé, hey, weet je, more luck to him. Weet je, fantastisch. Jullie allebei blij. Wat. Uh, een Beetje shady is, is op het moment als we de markt gaan manipuleren, dus als ja. we eigenlijk een soort van kunstmatig gaan doen alsof er heel veel vraag is, daar wil ik zo naartoe. Want uh, er zit een paar kleine dingen nog. Uh, ten eerste, wat, wat meehelpt, want uh, zoiets gaat: die prijzen gaan goed omhoog als als een product schaars is. Ja, uh, dat is natuurlijk met oude games logisch. Uh, ten eerste. Uh, ik vind het altijd raar dat een gamer een game koopt en hem dan is hoesje laat. Dus de meerderheid van die oude games zijn gewoon gebruikt. Net als bij, jou, bij mij, die zijn naar elkaar getrokken. het, ja. het zijn nou, Die zijn gewoon niet zoveel meer waard. Dan heb je nog eens een keer dat de kwaliteit van die games. die gaat ook nog eens een keer achteruit. Weet je dat soms. sommige oude cartridges doen het gewoon niet meer. Dus die product wordt steeds schaarser en schaarser en schaarser. Dan hebben we natuurlijk nog. Um, um, er was duidelijk een piek tijdens de coronatijdperk. Mensen hebben geld over, konden niet meer naar buiten zijn, dingen gaan verzamelen. Uh, mm. Waaronder gaming. Dus dat heeft die markt een enorme boost gegeven. En dan komen we inderdaad bij jouw verhaal, het prijs opdrijven. Uh, het bedrijf wat nu een beetje naar voren komt, uh, dat is dit bedrijf. Dat heet Wata Games. Ja. Um, dit is een bedrijf wat um, nou, je kan jouw game inleveren. In Nederland heb je die mensen inmiddels ook al. Uh, je hebt gewoon mensen die zijn, uh, die werken dan bijvoorbeeld bij een galerij, of zo, Of bij uh, uh, een, gallery. een, een gallery, ja. En die kun je dan vragen: van kun je, kun je mijn game raten? Want ik, ja, vind, ik, ik heb hier een Pac-Man. Wat is het waard? Wat is het waard? Ik weet het niet. Moet ik vijf ja. euro vragen? Hond? Want je kan ook, hè, je kan ook gewoon lekker gewoon op, op marktplaats gaan zelf. En dan zet je duizend euro neer. En dan drie dagen later heeft er niemand gereageerd. Dan weet je waarschijnlijk dat je een beetje overpriced bent. Maar je kan dus ook gewoon naar zo'n bedrijf gaan, krijg een mooi certificaatje, dat staat altijd goed. Ja. En Wata doet dat als geen ander. En die geef je dan die 9.4. Die, die geef je zag. een 9.4 die zegt ja. van ah, tip top, crisp, zit mooi in een pakketje. En geen... doet het ook in een box. Uh, je ja. zag die box, dat is een UV-filterende keiharde case, ja. dus die hij verkleurt niet, je game verkleurt niet, en het is heel, ik, ik heb zo'n box recentelijk uh, met Peter Riesebos opengebroken, ja. want die koopt dus dit soort <laughs> games voor dit soort bedragen, gaat ze spelen en dat is deel van zijn nieuwe kunstproject. Um, maar ja, die, hier zie je dat zo'n box, hier ja. zo box, dat breek je niet makkelijk open, daar heb je echt een hamer voor nodig, ja. en dat uh, ja, dat is niet zomaar open. Nou, dit starters is een hobby for us daar is ze hier ook heel mooi Nou, Dat dat hobby is het al lang niet meer, want het is fucking big business. Maar wat is nou de grap? Uh, zij werken samen met een uh, auction house. Een veilingshuis. Want ja. Je moet ook ergens verkocht worden. Dat doen zij niet zelf. Daar heb je een auction house voor nodig. En dat auction house, dat heet uh, Heritage Auctions. En zij, uh, ik vind, dat vind ik weer wel heel tof. In Amerika kun je alles verzamelen, weet je, of van honkbalplaatjes en dan ja. daar worden allerlei biedingen op gedaan. Nou, zij doen dus ook games. En wat gaat nu het verhaal? Um, de oprichter van Wata zit ook weer bij um, Heritage Auctions. In um, Heritage Auctions krijgen we 20% van de opbrengst. Uh, Wata krijgt weer geld uh, om, die, uh, om die seal van approval eromheen te doen. Uh, die heeft daar baat bij. Um, ze gingen Samen gingen ze allerlei media inschakelen om ronkende verhalen te maken. Waardoor die prijs werd opgedreven. Ze kochten zelfs, ze deden zelfs zelf aankopen om het schaars te maken. Ze deden zogenaamde, moet ik even kijken hoor, uh, hoe dat ook weer heette. Dat had een bepaalde naam. Uh, dat heet... Uh, Shill Bits. Dus ze deden gewoon... fake, uh, fake biedingen om die prijs maar omhoog... Uh, te laten blijven. En zo... pompten ze die waarde steeds hoger op. Meer mensen worden helemaal hype van... fuck, dan heb ik ook een game, weet je wel. En nou, dan krijgen ze weer meer konditie, et cetera, et cetera. En zo hebben ze die prijs gewoon naar krankzinnige hoogtes... Hey, mensen weet, en mensen geloven het. Ze hebben dus eigenlijk... Een, een, op kunstmatige wijze hebben ze een markt gekeerd. Ja. En... Uh, ja, dat, dat is heel interessant. Ik, ga, ik zit ook even te kijken, want vanochtend het met dit vrij makkelijk, A bit: by. ik zit even te kijken. Hoor, want waar kon je ook alweer zien? Uh, open auctions, moet ik even hier in de al auction schedules tot er. Ja, ik ga even kijken. Hoor, want ik moet even de games vinden. daar had ik natuurlijk even wat beter. By category moet ik dan? Ja, daar gaan we. Uh, dan moeten we volgens mij naar: kom, nee, uh, even kijken. Coins, nee, Enter entertainment gaan. Even kijken. hoor. ja, daar zijn ze, jongens. Kijk, hier kun je nu bidden op dit moment. Uh, daar staat een Game Watch van Super Mario Bros. Uh, voor 115 euro. Nou, dit zijn nog wel dollar. Dit, ja, dit is gewoon. Maar dat is een normale prijs. toch? Dat, dat zijn, zou ik dat er zou... zo voor betalen. Dat ja, vind ik leuk. Brent ja. heeft Auto hier voor 2900 euro. Heeft Nee, Ja, deze is. Waar? Op de Game Boy. Ja, op de kijkt. heeft Auto. Deze heb ik ook gewoon thuis. Ja, niet meer in ja. een zieltje. Nee. Maar goed, hij heeft dan ook wel een 9,8 gekregen van de Wata. Ja. Ja. En, um... Dus zij hebben een exclusieve samenwerking met Water, Dus alle games die zij verkopen, ja. zijn gerate door Water. Precies. En zij hebben er alle baat bij, omdat ze ook weer die 20% pakken, en dan zullen ze ongetwijfeld dat met elkaar wel verrekenen. Uh, dat mensen bij Water de rating nemen dat ze het bij heritage gaan. Maar, maar dit, zijn, dit ja. is de uh, current bid. Hè? Dus je de, de, Ja, je moet nog hoger. Ja, dit, de, je kunt dus nu bijvoorbeeld 3000 bieden op deze Grand Theft Auto. Ik zou niet weten waarom je dat zou willen. Um, want dat vind ik natuurlijk ook interessant. Hieraan, hè? Kijk, ja. um, als je uh, zo oud bent zoals wij, mm -hmm. je hebt deze games gespeeld toen ze uitkwamen. En je weet dat ze een winkelwaarde hebben van pak beet... Uh, 30 of 59 euro. Whatever, weet ik van, wat jouw referentie is voor die games, dan ga je natuurlijk niet zomaar 3000 uh, dollar betalen voor zo'n game. Dus hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe krijg je de fans van die game zo gek dat ze. Een andere prijsperceptie ontwikkelen voor dat product. En het schappig, maar dat doet dit, de, dit, dit Heritage Auction House. En eigenlijk alle auction houses doen mm -hmm. dit met alles. Dus je zag bijvoorbeeld net een tentoonstelling van uh, Disney-toys: hadden ze. Ja. Maar dan moet je voor, dat waren zo te zien, was de blikken speelgoed uit de tijd van Walt Disney, dus uit de jaren 30 ergens. Nou, wat. Waarom doen ze dat? Als ze dat, dat speelgoed los op hun site zouden zetten, ja, dan is het gewoon rommel. Weet je, ik bedoel, daar ja. geeft niemand 5 dollar voor. Maar. Presenteer je het mooi, poets je het allemaal mooi op en zeg je van, nou, maar dit is, de, dit is een uh, collectie, die noemen wij de Disney-collectie. En die is extreem exclusief, want uit dat specifieke jaartal en met het wieltje wat hij omzet, nou, zo verkoop je die shit. Zo ga je mensen proberen uh, te overtuigen van het feit dat het meer waard is dan wat het eigenlijk is. Ja, dit is. De... En dat is gewoon sales techniek. Daar is, niks, daar is niks mis mee, daar is niks crimineels aan. Um, maar het is wel. Um, ik zou niet willen zeggen dat het een scam is. Het is scammy. Weet je, het is gewoon. Het is een beetje een nep. Ja. Weet je, ik zit hier ja. te kijken hoor bij Walt Disney. Je hebt dus inderdaad een, uh, een, een Disneyland Park used railroad trainwheel. Dus dit komt uit het. <laughs> ja, maar trainwiel. zeg je, dit ja. is toch rommel? 19, ja, dit is gewoon rommel. En dat wordt. Nee, het, en is, en... Het, het is echt wat de gek van voor geeft. Ja. En uh, ik vind dat leuk. Uh, in... Wat zijn die spijkers daar? <laughs> 140 dollar. Dit zijn, uh, even kijken. Uh, train Attraction Railroad Spikes. Ja. Nou, kijk, wa, wa, wat, wat 140 ik leuk vind dollar, is: ja. ik, ik, hou, ik hou van rommelmarkten. <laughs> en ik, ik, ga, ik ben weer stripboeken wezen verzamelen. En dan ga ik ook heel vaak naar van die uh, nee, uh, Kringloopwinkel. Ja, ja. en, en, en daar kun je nog een beetje onderhandelen. Weet je? En, ja. en, en dat is leuk. Ik bedoel, dan heb je die mevrouw die zegt: van... nou ja, je, Ik wil er drie euro voor hebben. En dan zeg je: nou, Ik wil er twee euro voor hebben. Weet je? Prima. Dat, dat, dat is van de gekke vormgeving. Het, het wordt vervelend als er dus een officiële organisatie tussen gaat zitten. die gaat proberen. Om, um, ik mag niet bepalen wat, want, want, want het is ook niet hun product, hè? Het is hmm. van Pietje. Pietje heeft dus, nou, dit is dan waarschijnlijk van Walt Disney, of, of misschien van een van de verzamelaar. Die heeft gewoon allerlei Walt Disney shit verzameld. Die is doodgegaan en zijn zoon denkt of zijn dochter van, wat moet ik met die meuk? Ja. Die biedt het daar aan en vervolgens gaat die, gaat zijn auction house. Want daar hebben ze alle belang bij. Die gaat, die die gaat, die prijs lopen. Op, op hogen. Kunstmatig ja. door media in te schakelen. Door verhaaltjes overal. Van nou, zeg die supermaat, er is maar echt maar heel weinig nog van. En zo pompen ze dat omhoog. ja En blijkbaar zijn de mensen die het voor betalen. Dat is natuurlijk. Ook nog eens een probleem, of het wordt gekocht door hunzelf. Wat jij ook wel eens zegt, zodat je het idee ja, krijgt natuurlijk. dat het heel ja, veel waard de is. De eerste persoon gaat echt niet 2 miljoen of, of, of 25.000 dollar voor die, voor die maat... of die Zelda game betalen. Nee. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En wie weet dat deze man ook wel dacht... Van, nou, als jij mij uh, 5 euro per spijker had gegeven, dan was ik eigenlijk best wel blij. Oh, maar, maar, ser maar serieus, als jij mij dit zou laten zien en ze ja. zeggen... Van, wat denk je dat ik hiervoor betaald heb, dan zou ik zeggen... 20 cent, 30 ja. cent, 50 cent, er zijn spijkers. Er 40 cent, dat zijn er vier. Maar je zegt 140 dollar, een zaak zitten. er van je goed, Weet je, dat is gewoon bizar. Maar goed, als je zou laten zien: hé, moet je kijken wat een bijzondere spijkers dit zijn? Ze zitten bij de Disney collectie op Heritage. Ja, wie weet, weet je. En zo werkt die shit. Dus wat dat betreft, nee, dat dit 300 dollar dat vind ik dan weer raar. Ik vind dan een spijker die kost. Nou, oké, ja, oké, is dubbel. Ik vind zo'n petje, vind ik dan wel weer. Ik vind dat dat je niet een warm hoofd krijgt ervan. Dat vind ik wel inventieve techniek. Het is een hele. Ik zou dit kopen voor 400 dollar en de hele dag opzetten 200. Kijk, dat is ook van de trein. Ja. Dat is de, de machinist, inderdaad. Ja, 200. 200 ja, het, het is bizarre teken. business. En dan ga ik het nog wat apart maken. Want wat, wat er dus nu ook speelt, is een bedrijf. En dat heet, um, uh, dat heet Rally. En wat doet Rally? Dit is ook nog, jij kan aandelen nemen in een product. Dus wat je kan doen je kan is een hier, stukje van een game Je kan kopen. een stukje van een game kopen. En ja. als die game prijs omhoog gaat omdat er steeds meer wordt geboden is jouw aandeel weer meer kwaad dus dit is speculeren op en dan wordt het op een gegeven moment echt een soort van bijna een soort van economie business ja en deze rallies zijn ook waarschijnlijk weer uh, verbonden aan heritage auction en uh, water uh, nee dit doen ze wel zelf uh, okay. volgens mij maar ja dit is weer ook zoiets van um, Moeten ja. we nog benadrukken dat uh, we advies geven... dat mensen hier geen geld in steken? Want dat, uh, uh, dit is... Uh, ja. Dit schreeuwt gewoon... Uh, uh, raak al je geld kwijt, weet je? Want die hele... Dat is natuurlijk het ding. Kijk, je hebt één auction house die het ja. echt verkoopt. Je hebt uh, uh, één uh, rating agency, dat Watergames Games... Die die, die die prijzen bepaalt van die dingen ongeveer. Um, dit is veel te shaky, weet je? Ik bedoel, de, de, zo meteen vliegt de eigenaar van Water... die vliegt de bak in ja. en is het klaar. is het afgelopen en stort alles in. Ja. Dus als jij... Dan voor, uh, voor 55 dollar een stukje van een uh, Macintosh Plus hebt gekocht uit 1987, ja. uh, Dingen die je serieus op nou, marktplaats voor 100 euro koopt. Nou, nee, maar je, uiteindelijk, je, je krijgt niks van die van de game. Je, je krijgt gewoon een deel van de winst. Ja, en dat ding ligt bij hun in een... Uh, exact. De in, bedoeling ja. is dus dat het dan straks voor 70.000 dollar wordt verkocht en dan krijg je dus jouw inleg met wat meer waarde uh, krijg je dan terug. Dus je kan investeren in dat er iemand zo gek is om dat voor heel veel geld te gaan kopen. Ja. Dat is een beetje Dus een beetje deze duur. Nest die, die, die gaan willen ze kopen voor 70.000 dollar. Ja. 28% is er al binnengehaald. Precies, en dan, dan gaan ze op de markt gooien. En dan zeggen ze, jongens, dit gaat echt 80.000 dollar. En dan krijg je allemaal uh, uh, voor je ene dollar krijg je 1 dollar ja. uh, twintig. Nou, ik, ik ben het niet helemaal met je, met je eens. In die zin, uh, als het, het ligt eraan, je moet het niet als. Uh, als speculatie gebruiken. Want ja. zei ook terecht van, um, net als met NFT's, de NFT-markt in gaming is twee weken geleden of een week geleden is volkomen in elkaar geklapt. Het is, het is helemaal niks meer waard op dit moment. Gewoon omdat ja. er nog niks, er is geen toffe toepassing, die games die leven niet, er gebeurt niks mee. Dus daar ben je gewoon je geld kwijt, aangeschuld, dikke bult. Waarom? Wat is het nou? Een, een, een plaatje. Maar het is bullshit, het, ja. Als je dat gebruikt van, maar op het moment als jij zegt van ja, ik, ik ben ik ben helemaal fan van, weet ik veel van van, van, van Sonic ja. en uh, ja voor mij is dit zo uniek. Ik, ik wil het gewoon hebben. Ik, ik, ik heb daar 2000 euro voor, voor, voor over of 70.000 euro omdat je het geld nou eenmaal gewoon makkelijk hebt. Dan moet je het zelf weten, maar dan gebruik je het als iets. Ik wil het hebben. Ja. Dan is het voor de gek wat de gekke voor geeft. Uh, dat, dat vind ik een beetje het verschil. Ik vind het gewoon irritant dat de hele tijd um, iets wat eigenlijk leuk is, namelijk mensen die Gek zijn van iets of iets heel graag willen hebben, en dat eigenlijk met poppetje 2 prima kunnen onderhandelen. Van hey, hey wat heb jij een ongelooflijk mooie uh, figurine van, uh, van, uh, van Contra? Weet je wat? Ja. Doe je er nog wat mee? Nee, ja, het staat bij mij in de schuur. Hé, hey, uh, 50 euro. Mag ik hem ja. nog van je kopen? Nou, 75 euro. Weet je, dat vind ik een leuke deal, maar dan gaan er weer partijen tussen zitten. Het wordt opgepompt en mensen worden eigenlijk weer gewoon geld afhandig gemaakt. Wat ik interessant vind, een andere markt, die, hier zie je ook, zie je die Onus Wagner, Wagner T206, die ze voor ja. 1,7 miljoen willen kopen. Dat is een baseball card. Ja. En dat is ook een heel goed voorbeeld van een markt die uh, um, ja, heel kunstmatig is, weet je. Ik bedoel, het is ja. een stukje karton, weet je. Ik bedoel, ja. je kunt zeggen van, het is heel zeldzaam, want er is er maar één. Maar het is niet als jij een druk, ik bedoel, die foto staat hier, weet je. Ja. En dan print het uit en je hebt het ook. En dus dat lijkt een beetje, dat doet een beetje denken aan die NFT-market. Ja, dit is een andere generatie. Het is tastbaar. Het is goed dat je zegt generatie. Want dat zei diegene ook. van Wie zegt dat over drie generaties... die mensen, die kinderen... nog wat hebben met... honkbal. Wie weet bestaat het al. Is het een hele andere sport geworden? Hebben ze helemaal niks meer met deze... Dat ga je met games ook hebben. Wat is een Super Mario Bros? Heeft het voor jouw kinderen al dezelfde waarde... als dat het voor jou heeft? Nou, het is mijn allereerste game die ik ooit gespeeld heb. Voor kids die dat nooit gespeeld hebben heeft het die waarde niet meer behalve dan dat ze zeggen holy shit kan ik daar 2 miljoen voor vragen dan heeft het een economische waarde en dat dat vind ik griezelig omdat ja, ja. nou ja. Het, 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 het bizar ik heb een keer een um, uh, ik heb een interview gedaan met uh, Shigeru Miyamoto ja. samen met Mella zijn we toen naar uh, Parijs gaan en toen had ik een, uh, uh, een edge uh, gekocht en dat was uh, 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 volgens mij de Wii en dat stond ja. op die edge de rise and rise of nintendo en die heb ik laten tekenen door Miyamoto en die heeft een hele mooie handtekening met een dingetje erop en zo ik had ja. een filstift Genomen, dus ik had er een foto van gemaakt, die heb ik een keertje op Instagram gezet en de ja, toen ver niet zoveel mee en uh, toen kreeg ik een berichtje eerst van iemand die zei: Ik bied er 350 dollar voor. Ja, 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 ja. ja. Nu kreeg ik een bericht van iemand die bood 1000 dollar voor ja. voor, voor een magazine van 8 uh, uh, euro. Wordt interessant. En wordt toch in een handtekening. Nee, ik ga ik verkocht, fuck off. Ja, ja. <laughs> bedoel, wat denk jij, ja, ja. maar goed, dan, dan ga ik dat straks terugzien voor 25.000 dollar, waarschijnlijk uh, uh, ergens in. Ja, um, uh, maar, maar, maar ik denk dat jij, je bent economisch genoeg uh, ingeburgd dat je weet van dat 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 de zo gaat het nou eenmaal dan had je nog een paar jaar moeten wachten ja dacht op dat moment heet 1000 euro prima uh, dat is mooi meegenomen uh, dat het dan even later voor 25.000 wordt verkocht ja dat, dat is nu eenmaal hoe het, hoe het werkt het gaat erom wat, wat is de waarde voor jou weet je of wil ja. je het absoluut behouden of wil je het niet behouden Niels uh, het hoofd die bij ons ooit nog een tijdje ook wat dingetjes heeft gedaan die had een legend of zelda boxed onuitgepakt met de handtekening van Miyamoto erop. Jezus, Christen. en hij, zou, hij zat, nog steeds van, ja, maar welke wel nou verkopen of, maar nou, het had voor hem heel veel persoonlijke waarde. Ja. Maar ik kan me voorstellen, doel volgens mij heeft die kinderen, ik weet niet of hij een woning heeft gekocht. Stel nou, je moet nu een woning kopen. Nou ja, als je, je 2 hebt... miljoen krijgt voor die game, sorry, maar dat, dat nee, gaat niet maar die Dat, game dat weg, is het dus van. Uh, uh, maar goed, dan zit je aan die kant. Het, het feit dat, dat dat die markt zo kunstmatig houdt, maar ik weet namelijk niet of je het ook weer terugstelt. Uh, ik las ook trouwens dat als je nu een verzekering neemt, en ik heb thuis al mijn boxed game staan, dat uh, verzekeraars nu ook uh, hoger gaan... Ja, tuurlijk. Ja. Ja, maar, maar dat is het ding. Je hoger vindt... nog dan een LCD-scherm ja. dat soort dingen. Nee, maar <laughs> wat gaat die verzekering zeggen? Van, ja, nee, maar dit is een scam. Nee, dat is gewoon wat een ja, rating agency zegt. Ja, 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 het staat ja. op de site. Die dus... betaalt je blauw voor iets wat het misschien helemaal niet waard het is. Ja. Het is bizar aan het worden, dus uh, je ja, pas, pas er echt mee op. Zie het niet als een Investering, want vind jij het een veilige investering? Nee, absoluut niet. Nee. Maar goed, dat vind ik baseball cards ook niet en comic books ook niet. En daar nee. is ook een markt voor, dus ik, ik, ik heb er heel dubbel gevoel bij. En ik en ik heb echt het idee van um, uh, dit soort, ja. We, weet je wat ik zei? Ik vind het geen scam, ik vind het vraag aan aanbod maar ik vind het wel scammy. Ja. Um, ja, het is gewoon oplichtingsachtig. Het zit een beetje in de hoek. Het is gewoon gebakken lucht, weet je? Dat is wat ja, het is. Het is en, en als jij uh, zin hebt om een parton ton uit te geven aan de game, hey, be my guest. Weet je, veel plezier ja. ermee. En waarschijnlijk ben je er dan ook heel blij mee. Um, ik kan me niet voorstellen dat er soort van hedge funds managers zijn die hun, hun, hun kapitaal veilig willen opslaan in Mario-games of Zelda-games. Dat denk ik niet. Nee. Want daarvoor is het gewoon, is die markt is gewoon, ja. Ik bedoel, ga maar, de, ga maar proberen te verkopen, weet je, die game voor 2 miljoen. Nee, nee, maar dat, of als jij dat, dat voor 2 miljoen gekocht hebt dat je voor 3 miljoen moet verkopen, ja. Ik je veel succes ermee. Dat gaat nooit gebeuren. Nee. En, en als het toch gebeurt, gaat het jaren kosten. Dus dat is gewoon. Die markt is totaal niet liquide. Dus het is helemaal nee. geen goede investering. Nee. Weet je, net als dat je, als jij een huis uh, koopt als investering. Mm. Uh, en je en je moet het verkopen. Want je hebt geld nodig. Want je bent een investeerder en je hebt misschien iets anders. Een andere kans. Weet ik van, en dan kost het je gewoon zes weken voordat ja. dat huis, voordat je dat geld op je rekening hebt. Dus dat is niet een hele liquide investering. Nee, nee. En dat uh, en dit is nog veel erger. Dus ja, dit is voor, 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 ja, voor zolderkamerverzamelingen en zo. En, ja. Nou ja, dan zou ik zeggen, als je dan toch 2 miljoen over hebt, stop het gewoon in reizen en dat soort dingen. En dan ga lekker op rommelmarkten kijken. Want daar kun je ook af en toe hartstikke mooie dingen nog vinden. Van mensen die niet doorhebben dat het wat waard is. Nee, ik, ik vind koninginnendag ik, ik, ja. ik, ik heb heel veel koninginnendagen dat ik heel vroeg dan Amsterdam inging om te kijken. En dan weet je, dan heb ik een keer een PlayStation uh, ja. 1 gekocht met de hele verzameling voor 5 euro. Een hele verzameling games. Weet je. nou ja dat is nu veel meer waard. Weet ja. je? En ik vind dat ook wel interessant Want ik ik ging vroeger wel eens langs bij uh, Magic's Buttons, weet je, dat was een ja. bedrijf waar ja, 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 ja. Steven heeft er nog gewerkt. bestaat dat nog? ik denk het wel, ja. Hmm, even ik weet het niet, maar ik denk het wel. maar dan uh, die hebben ook heel veel van dat soort shit. en weet je en dan liet hij me iets zien van hey, moet je dit kijken, dit is heel bijzonder en nou, goed dat is gewoon tof, weet je. dat uh, ik, 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 ik kan wel warm lopen voor die verzamelingen, maar ik ik kan niet warm lopen voor het idee om heel veel geld te gaan Betalen voor, voor dit soort shit. Weet je, dat, dat zie ik niet helemaal voor me. Het bestaat nog steeds. Ja, nee. Magic buttons inderdaad. Uh, en zij zitten ook wel. Uh, dit is bijvoorbeeld ook een, 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 een bedrijf waar je je games naartoe kan brengen om te raten. En uh, ik ja, weet niet of ze dat verkopen, die, maar niet op die mate, nee. Nee, maar ze, wat het ding is, kijk, zo'n zo auction house verkoopt ja. het voor jou. Ja. Wat Magic Butters doet, is koopt het van jou. Dus die gaan echt niet 2 miljoen betalen voor een game. Die gaan nee. 20 euro voor betalen en verkoopt het zelf voor 2 miljoen. Weet ja, dus, dat's dat is natuurlijk dat, ook uh, nog gevaarlijk, hè? Beroend, als je als je oude games hebt... Laat je alsjeblieft dan wel goed voorlichten. Want als je naar zo'n winkel gaat, dan zegt zo'n man, ook al 100 euro en vervolgens biedt hij het aan voor, uh, weet ik wel, 10.000. Ja, maar dat euro zie dan je, dan je dan toch bij ooit, die, 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 uh, die serie uh, op Discovery ja, in, uh, uh, in Las Vegas. Die hoe uh, heet het nou? die, die oh, uh, Ja, die, die man met dat vieze, vette lange haar in ja, zijn nek. Ja, 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 ja. Maar ja, ja, ja. god, hoe heet het? Hoe heet die shit nou? De Ja, de pawnshop. Ja, Pawnstars. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja, Dat is ook... En dan zie je ook altijd van... Nee, ik kan hem... Oké, dan geef ik er 100 dollar voor vooruit, ja. weet je. En dan verkoopt hij het zelf voor, weer voor 300. Ja. En ja, je ja, moet de huur betalen en weet ik van... Ja, sure. But whatever, weet je. Maar je had het zelf dus ook voor 300 kunnen, nee. kunnen verkopen. goed ja. retro games dus. Um, het is met een markt. Um, ja, check even gewoon die winkels. Hartstikke leuk om er te, 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 te struinen en er zitten ook best nog wel betaalbare leuke oude games bij, maar uh, pas er alsjeblieft mee op.